So, hallo allemaal en welkom weer bij een nieuwe live video van Jane Mini Hurricane. Het is woensdagavond en dat betekent uiteraard weer een nieuwe update. Deze update staat in het teken van de stallen helemaal opnieuw stylen. Iedereen kan zijn stallen opnieuw stylen in de eigen smaak. En dat is natuurlijk wel echt super leuk. Ik heb er echt heel erg veel zin in en ik hoop jullie ook. En los van dat we de stallen zelf kunnen stylen, hebben we ook draakjes die we kunnen kopen. Dus dat is echt super leuk. En ik hoop dat met jullie allemaal te doen. Ik heb geen idee hoe lang deze live gaat duren. Hij zal wel even gaan duren, want ik wil hem samen met jullie dus mijn stal personaliseren. Ongeacht hoeveel starcoins het gaat kosten. Want ik heb al hier en daar gehoord dat het heel veel starcoins gaat kosten. Maar dat maakt niet uit. Ik zit toch bijna op de 100.000 starcoins nog. Dus we kunnen genoeg uitgeven. En we kunnen die stal aanpassen naar precies hoe ik dat zou willen. Dus daar heb ik echt heel erg veel zin in. Hey Vera, je bent er al bij. Super gezellig. Dat vind ik echt super leuk. Ik heb er echt mega veel zin in. En ik hoop dit samen met jullie te doen. Helaas deze keer wat later live dan normaal. En dat betekent dat... eigenlijk is dat de reden dat de update was wat te laat klaar. Kijk dan, de hele groep komt erbij. Vet gezellig. Omdat de update wat later klaar was dan, dan normaal. Dus ik kon het niet meer redden vanwege Nera. En dus daarom de avond. Lekker shoppen, Jay. Ja, zeker gaan we lekker shoppen. Ik blijf lekker in Veeldeel staan, want ga lekker schrijven. Je hebt helemaal gelijk. Kijk, Kers, Athena is er. Ik dacht dat Kersje het was. Ja, ja, lijkt een beetje op Kersje zo. Athena. Echt waar. Helemaal goed. We gaan als allereerst maar een draakje kopen. En daarvoor moeten we naar de midden. Ik vind het echt vet gezellig. Kijk dan, mijn hele Wannabubble gang is hier. Zo cute. Oh, dat is echt super leuk. Ik zie hier en daar de draakjes al. Die draakjes zijn dus wel immens groot. Vergeleken met mijn raaf zijn ze echt groot. Maar ik ga eens even met jullie kijken welke draakje we gaan kopen. Dus ik ga op naar de middeleeuwvelden. Goedemorgen zeg. Ik kom in de Star Stable. Is helemaal niet erg. Leuk schrijven is niet leuk hoor. Ja, nou ja, het moet toch gebeuren. Het moet toch gebeuren. Op naar de middeleeuwenvelden om de draakjes te kopen. Want dat is ook echt een update waar mensen lang op hebben gewacht. Wat is er met mijn hand aan de hand? Jane, wat is er met mijn arm? Waarom houdt ze de arm zo krampachtig omhoog? Oh my god. Oh, jullie ook. Jullie armen! Onze armen! Wat gebeurt hier? Ja, ja, je hebt de bug nu ook. Wat is dit? Is er... Oh my god! Jane! Je loopt breed! Dit is niet goed hoor. Wat is er gebeurd? Doe emotie. Oh my god. Jane zit... Jane. Je zit op plekken waar je niet hoort te zitten. Jane. Oh. Jane, we noemen jullie nu allemaal Nemo. Oh, Nemo. Ja, met dat vinnetje. Waar is ook toen we daar kwamen? Oh, dit heeft met hier te maken? Jongens, kijk, als dit... Jane houdt de hand ergens waar ze... Oké, dit gaat nog wel. Maar op een gegeven moment gaat ze dus... Oké, ze gaat aan dingen zitten waar ze niet aan mag zitten. Nou, ze mag er wel aan zitten, maar niet nu. Oké, oh ja, mijn paard. Mijn paard. Ik heb nog helemaal mijn paardje voorgesteld waar ik vandaag op rijd. Ik heb Little Hunter bij ons. De Little Hunter die hebben we bij ons. Dat is de Gotlander waar ik dus... die ik vorige week gekocht heb met jullie. Ik zie hem echt nog veel te weinig rijden. Maar hij is zo cute. Hij is echt heel leuk. Even kijken. Nu moeten we dus op zoek naar de draakjes. Oh, die draakjes staan hier. Al die draakjes, ze zijn zo cute. Ja, die draakjes zijn echt super cute, Sandra.
Gelukkig kan ik lachen nu niet met nu 7 kleuren samenvallen. 7 kleuren. Kun je niet gewoon een regenboog tekenen? Dan ben je er ook. Ze zijn te cute. Ja, ze zijn echt cute. Ik stap wel even af. Oh ja, hier zijn ze. Kooltje en Sinteltje. Sinteltje. Kooltje en Sinteltje. Dit zijn... Oh, wacht, het les staat hier nog een. Vonkje. Oh. En Vlammetje. Oh mijn god, ik denk ook Vlammetje. Vlammetje. Oh, hier. 450 starcoins kosten ze. Maar oké, ze zijn leuk. Oh. Welke ga ik kopen? Ik weet het niet. Kan je ook een keertje naar de server Pingwing.pot komen? Ik kan zeker een keer naar Pingwing.pot komen. Maar eigenlijk vaak de live updates doe ik op Hurricane Hill. Maar via de TikTok live kan ik altijd nog wel eens een keer naar Pingwing.pot komen. Dat komt helemaal goed. Vonkeltje is echt te cute. Wie is Vonkeltje? Oké. Oh, dat is die blauwe, hè? Ze klinken als een telefoon. Soms. Een telefoon, man. Kijk dan, mijn raad. Die tikt Kooltje even achter op zijn hoofd. Oké, we zijn weer afgeleid zoals gewoonlijk. Vonkje. Ja, die blauwe is wel echt cute, hè. Oké, laten we die blauwe kopen. Oh, wat staat er een beschrijving bij? Draken zijn oude en geheimzinnige wezens. In de mythologie en de literatuur wemelt het van de vuurspuwende moorddadige beesten. En menig mens slaat schrik om bij het hart bij het horen van het woord draak. Dus, wat doet een dapper ontdekkingsreiziger op Jorvik bij de ontdekking van een verlaten nest met draakjes? Vergeet die enge verhalen, want dit zijn schatjes. Hun tijdelijke verzorgers hebben ze Vlammetje, Sinteltje, Kooltje en Vonkje genoemd. En deze speelse avonturiers willen graag samen met jou Jorvik verkennen. Ze zijn nog klein, dus ze zijn snel moe en willen dan lekker een dutje doen. Kijk alleen wel uit voor een vlammende boertjes. Deze draakjes hebben heel veel liefde nodig. Heb jij ruimte voor een nieuw toverdiertje? Oh. Oké. Ja, we nemen Vonkje. Vonkje. We willen de vonk. Vonk. Iedereen heeft het altijd over de vonk. We hebben Vonkje. Even kijken hoor. Vonkje, waar ben je? Ja, we hebben Vonkie. Wow, yo. Ze zijn wel druk. Oh nee, mijn armen. Mijn armen. Oh, jullie armen ook. Oh, dit is echt heel erg. Oh my god. Oh my god. Vonkeltje is echt cute. Vonkeltje is leuk. Dit komt echt. Dit gaat echt niet goed hoor. Oké, welke draakjes hebben jullie allemaal? Kijk, ja, die zwarte vond ik ook echt heel erg leuk. Ik zit echt op twijfel om die zwarte en die blauwe. Ik heb toch die blauwe gekeken. Ook die zwarte. Nice. Ik zie hier een paarse. Ah, kijk. Michelle heeft ook een blauwe. Nice. Ze zijn allemaal leuk. Ja, ze zijn veel te leuk. En ook veel te duur eigenlijk. 450 starcoins. Maar wat kan het schelen? Zal ik ze gewoon allemaal kopen? Zal ik ze gewoon allemaal kopen? Bro, wat doen we mensen als ze proberen... Wat doet mijn mens als ze probeert te sturen? Ja, ik weet het niet. Raar met de armpjes. Die lichtblauw is mooi. Kom maar aan. Een telefoon. Ja, ik vind het op een telefoon lijken. Zo trrrt word je dan. Wij de armen. Ja, oké, jongens. We kopen ze gewoon allemaal. Kan schelen. We kopen ze allemaal. Doe eens gek. Oh, mag ik er nog op klikken of niet? Oh ja. Wie dit is, Kooltje. Kooltje is de groene. Jongens, we gaan gewoon heel veel starcoins uit. Dit was gewoon een live met veel starcoins uitgeven. Ik heb ze gewoon allemaal gekocht. Als je het nou heel snel doet, dan merk je er weinig van. Oké. Hopelijk is het snel weer dubbel starcoins. Jay gaat los. Ja, altijd. Oké. Dat is update 1. We hebben de draakjes gekocht. Waar is mijn paardje? Oh, daar is mijn paardje. Dat betekent dat we dus nu...
de stal ingaan, net als bij de Chinko's. Oeh, stil jij. Suus. Heel twee draakjes genoeg, zei Sandra. Oh, nou ja, ze hebben zich vermenigvuldigd alweer. Ik heb ze gewoon allemaal. Ze zijn wel lekker druk. Oké, okay, let's go. We gaan door naar... Ik bel de paardentaxi op naar Veeldeel. Lekker bezig, tankzak. We gaan de stal in. Ik ben de stal dus na de update helemaal nog niet in geweest. Ik ben vanmiddag wel online geweest. Ik heb een paar stallen bekeken van mensen. Dus nu ga ik voor Oasis. Voor het eerst mijn eigen stal in. Ik glij gewoon mijn stal in. Zagen jullie dat? Jay. Oh, Sanna. Sanna wil wat zeggen, denk ik. Hey, Siri. Oh, Siri, jouw arm is ook al kapot. Goed gedaan, het is dubbel uitgeven. Ja, echt, hè? Mijn naam is gestolen. Is jouw naam gestolen? Dat is niet oké. Wat is er, Sanna? We wachten even op wat Sanna te vertellen heeft. En dan daarna dan... ik wil je iets laten zien. Oeh, leuk. Laat zien. En dan gaan we daarna door naar de stal. Oké, even kijken. Oh, op het toernooi. Oké, ik ga even mee. Jongens, we gaan heel even weer naar het toernooi. Heel even met Sanna mee. Sanna wil wat laten zien en dat is prima. En dan gaan we daarna de stallen in. Ik ben benieuwd wat Sanna ons wil laten zien. Wat los dat ze het nu aan mij laat zien. Laat ze het natuurlijk ook aan de rest allemaal van jullie zien. Dus ik ben benieuwd. Let's go, Sanna. Laat me zien. Oh, help, mijn armen. Wat is dit? Dit is een bal. Oh my god, er komt wat uitzetten. Hier, jakkes. Een ei. Waar? Oké, wat is dat? Ah, wat cute. Dat is een schattig draakie. Ah, super lief. Een eitje erbij. Zijn er meer, zegt Sanna. Zijn er meer? Maar wat heeft dit voor zin? Wat hebben die eieren voor zin? Hebben die ergens zin? Of staan die er gewoon voor de sier bij? Oh, saf, jouw armen. Zijn er meer? Oeh. Nou, ik ga zometeen met alle liefde op zoek naar de eieren. Maar nu wil ik toch echt mijn stal in. Nou wil ik toch echt mijn stal in. En dan gaan we eens even de stal bekijken wat we allemaal kunnen doen. Ik heb echt geen idee. Ik ben er dus echt totaal nog niet in geweest. Dus let's go. Wat deed mijn draak nou? Deed mijn draak mijn been knuffelen? Het leek alsof hij mijn been zat te knuffelen. Oké, we gaan naar binnen. Ik ben benieuwd. Oh, ik heb mijn stal nog niet eens opgeruimd. Jane, ruim je stal eens op. Oké. Wow, ik heb hier een gele uitroepteken. Oh, hier ligt van alles. Oh, jongens, daar gaan we. Here we go. Is dit een catalogus? Boksen. Moorland boksen of... Ah! Ik snap het niet. Ik snap het nou wel niet. Wacht even. Tralies. Grijs.
Oh, je kunt ook met Jorving shillingen betalen, zie je dat? Bruin. Groen. Jay, je moet je dadelijk bij mij eens afkijken. Je gaat stuk. Ja, dat is goed. Dat ga ik zeker doen. En wat is dit? Oh, dit zijn de wanden. Oh, dat is groen. Oh, dat is bruin. Oh. Maar waarom blijft dit bruin? Wat is dit? Ik wil terug. Even overnieuw. Steen. Wow, wat de hel is dit? Hey Athena, laat het niet meer. Dan moet je 120 starcoins betalen. Oh, echt? Wow, ik denk dat ik wel iets met stenen ga doen. Want dat vind ik wel heel gaaf. Maar wat is het verschil tussen die tralies? Zwart. Goud. Blauw. Wat is dit voor kleur? Koperglans. Hey, Fang Girl. Welkom bij de live. Jane heeft arrow. Ja, Jane heeft echt een arrow. Dit kan dus een hele lange live gaan worden. En ik hoop dat jullie dat niet heel erg vinden. Tralies. Ik denk dat ik... Ik zit te twijfelen tussen zwart of koper. Wacht. Helemaal er weer uit. Oké, als we nou eens met het grote lijnen beginnen. Dat zijn met de muren. Hebben we ook... Oh, de vloer, muur. Oh, boven en onder muur. Deurtje. Balken, lampen, wasbox. Ik zal zwart doen. Hey, Pony Pret. Welkom bij de live. Leuk dat je er bent, meid. Super gezellig. Oh, help. Oh, je hebt ook echt twee stijlen in alles. Holy moly, wat gebeurt hier? Oh, dit is wel gaaf. Ik vind dit mooi. Ik vind de update van het thuisstel echt leuk. Ja, hey paard Sarah, welkom bij de live. Ja, maar dat is ook mooi. Kijk nou hoe gaaf. Dit is meer gestuukt. Dit is dan gemetseld. Dan vind ik het eigenlijk allemaal wel heel gaaf. Dit is natuurlijk weer wat meer robuuster. En dit is natuurlijk gestuukt. Voor deze aanpassing is vereist steenbergen bovenmuurpakket. Tuurlijk is dat vereist. Waarom kan ik dit niet kopen? Is dat... Oh, dan moet je dat bovenmuurpakket. Oh, dit moet je helemaal kunnen aankopen. 1 Jorvik shilling. Durf ik dit? Ik durf het niet hoor. Ik durf het niet. Want ik word alleen maar bang gemaakt dat het zoveel... Oké, here we go again. We gaan met de bovenmuur. Hier, oh. Koop het gewoon aan. Oh, zo. Ja. Wauw. Nou kan ik... Ik vind dit ook wel weer heel strak staan. Je kan gewoon terug nadat je het koopt. Oh. Je moet veel starcoins uitleggen. Ja, nou, ik heb wel veel starcoins. Dus dat komt wel goed. Ik zit te twijfelen. Zal ik stuk of... Nu ja, ik moet het ook inderdaad ook helemaal zelf weten wat ik ga doen. Ik zit te twijfelen tussen de stenen of het stuk. Wel het lichte kleur. Stenen of stuk. Ik denk toch dat ik voor stenen ga. 120 starcoins. Holy moly. Oké, we doen het gewoon. Ik wil steen. Oké, dit zijn de kozijnen. Oh, wauw, dat is echt heel gaaf. Niet blauw, ik wil zwart. Die ben ik echt 100% zeker van. Oh my god, en het plafond? Ja, die kan ik dan de stuk. Daar heb ik toch de stuk.
Hoor dat geluid. Ook 120 starcoins. Oké. We doen het gewoon. Kan schelen. Hey, maar dat betekent dus dat we de bovenkant nu gedaan hebben. Oh ja, dit zijn die planken. Nee, kijk, ik ben heel blij dat ik deze keuze heb gemaakt. Ga eens even weg. Nee, weg. Gaat anders helemaal niet goed. Zo. Wow. Maar misschien zit ik toch te twijfelen. Ja, daar ga ik. Nee. Ik moet naar deze. Kijk, want deze raampjes vind ik ook wel weer. Oh, dan heb je gelijk die hele gevel erbij. Laat maar. Ga terug. Oké. Nou gaan we door naar de ondermuur. Ik denk dat ik die in de houtstijl laat. Of kun je die ook? Heb je... Ja, tuurlijk. Vraag even lekker overal geld voor. Waarom krijg ik die rode stenen hieromheen? Oh, dat zijn die lijsten. Laat dan eens even eerst die sieranden doen, want ik word helemaal... Yes, please! Sowieso zwart. Ik hou van zwart. Want zwart oogt luxe. Maar nou wil ik even de rest van de muren. Oeh, nice! Kun je ons uitnodigen, Jay? Ja, ik kan jullie wel uitnodigen, maar ik denk niet dat je er veel aan hebt als ik jullie nou uitnodig. Oh, dit is ook wel heel erg. Wow. Kan je ook bijvoorbeeld dat ik nou de muren in... Moet je dan gelijk die sieranden doen? Oh, dit is wel even... Oh nee, dit is sowieso niet mooi. Laat maar, ik hou het wel bij deze, oké? Oh, wat is dit? Wat een regelrechte ramp dit. Eigenlijk. Die wil ik sowieso. Hallo, gaat Jane weer de geld uitgeven? Ja, Jane gaat weer de geld uitgeven. Hey, Angel Horses. Natuurlijk gaat Jane de geld uitgeven. Oeh. Ja, jongens, help. Ik twijfel. Deze is ook wel heel gaaf. Wat is deze? Oeh, deze heb ik al. Misschien moet ik gewoon die doen. Laten we even de ingang bekijken. Oh, hij is zo cute. Ja, ongetwijfeld. Donker, zegt Claire. Ja, ik weet dus niet of ik het donker wil, want ik weet nog niet wat ik met die pilaren wil van de stal. Anders ben ik bang dat het misschien heel... Ik kan het altijd nog donker doen, maar voor nu laat ik het nog heel even licht. Oh, shit, ik moet wel hier zijn natuurlijk. Oké, vloer. We willen gewoon naar de steenbergen. Tuurlijk, hier hoef ik zin in. Oh, dit is mooi. Oh, deze is ook mooi. Waarom kan ik dit gewoon gelijk de vloer zien? Dit is echt wel een beetje ver... Star Stable. Ik doe een zwarte vloer. Doe eens gek. Zal ik het doen? Ja, ik doe de zwarte vloer. Oké, we doen het gewoon. Weet je, als het echt niet zint, kan ik altijd nog veranderen. Wat is dit voor vloer eigenlijk? Nee. Ik ben heel trots op hetgene wat ik nou heb. Ik ga misschien Appaloosa in het echt kopen, want ik mag een paard zoeken. Oh my god, wat leuk! Wat leuk!
Ik ga ervan, George. Kijk zo wel even terug. Is goed, Athena. Bye bye. Wow, nou is het wel heel donker, zeg. Maar hey, we zijn nog niet klaar. Voor nu hebben we dus de bovenmuren gedaan, de ondermuren, de vloer en de raampjes en de deuren. Dus we zijn nog niet klaar. Het komt nog. We gaan gewoon nog even verder. Voor nu vind ik het op zich nog best wel cute eigenlijk. Jane toch? Ja, sorry meid. Even kijken hoor. Ondermuur. Waren we nou klaar met de ondermuur? Sieranden hebben we gehad. Dus deze hebben we allemaal gehad. Oké. Dan gaan we door naar de... Wow, vloer heb ik inderdaad ook gehad. Naar de boksen. Laten we de boksen doen. Nu kunnen we de boksen wat meer. Misschien hebben we nou wat meer... Hoe noem je dat? Oeh. Oh my god, ja, ik wil deze. Ik heb het al helemaal voor me, denk ik. Oh, tuurlijk. Tuurlijk moet ik hier weer 1 euro verschilling voor betalen. Maar het gaat... Even kijken hoor. Appa en Riel zijn zo mooi. Ja, dat is zeker. Ik vind je hoofdstel wel echt mooi. Ah, oh, wat lief. Dankjewel, paard Sarah. Maar het gaat meer om de klik, hè? Ja, het gaat zeker om de klik. Absoluut, dat ben ik met je eens. Welke hebben we, welke ding? Nou, deze toch? Welke ga ik nou doen? Ik ben het kwijt, help. Deze was het, hetzelfde als het plafond. Ja, deze was het. Oké, kopen. Ik ga niet eens naar mijn starcoins kijken, want dan word je echt, dan ga je ziek van worden. Kijk, nou make this sense. Dan kunnen we het zwart doen. Oeh, maar dit is ook wel chic. Chic de friemel. Oh, ja. Jane, doet dit pijn voor je... Doe witte... Jane, dit doet pijn voor je starcoins, hè, mevrouw? Ja, dit... zeker. Als ik nee zou zeggen, dan is het niet goed. Ja, dit voel je wel. Dit voel je wel. Ik denk dat ik zwart doe. Wat is dit? Een sierrand. Oh, dat zijn die dingen. Kijk. Misschien... Die twijfel ik nog. Want als ik die zwart doe... En als ik nou... Deze... Oh, nee, Jane. Doe dit maar niet. Doe dit maar niet. Dit is geen goed idee. We doen het lekker zwart. Ja, ik wil hem zwart. Ja. En de sieranden. Ja, daar gaan we. Doen we die een beetje wittig. Wacht. Even kijken hoe het er nou uitziet. Oh, die deurtjes moeten nog hel. Aan het begin had je een 98. Ja, dat klopt. Dat was na de draakjes. En ik zit nu op 95. Kun je nagaan, jongens. Kijk eens. Al 3000 starcoins zijn we verder. Al 3000. Maar dat is inclusief de draakjes. Dus degene die denkt, oh, die stal ontbouwen is zo duur. Ja, het is wel duur. Maar het is nog niet dat het echt 3000 starcoins kost. Er zitten namelijk een paar draakjes bij. Oh, Jay toch? Ja, lekker, man. Lekker dit. Even kijken. We gingen nog verder met de boxen. Zou ik hem zwart doen of niet? Wacht, weet je, we doen het gewoon. En anders doe het gewoon om. Kan mij het schelen. Ik wil het gewoon weten. Oh, ik ben blij dat ik het toch heb gedaan. Ja, dit is wel heel gaaf. Wat ziet het er luxe uit? Oké, nou hebben we hiervan alles gehad. Dus gaan we door met de versieringen. Wat kunnen we versieren, joh? Ik wil ook mijn staldeuren, hè? Oh, dat is hier, dit deurtje. Tuurlijk, dat was ook 1 jorvik shilling. Dus gek, joh. Oh. Panelen? Oh. Ja, maar ik wil deze. Dat matcht met de rest. Ja. En zwart. Uiteraard. Dit is logisch. Dit is logisch dat we het zwart doen. Schaam je, joh, dat doet geen pijn bij dit. Nee, inderdaad, dit doet geen zeer. Nee.
Maar ik snap wel dat het heel veel... Het is wel veel Starcoins. Oké, jongens. Wit of zwart? Witte paardenhoofden of zwarte paardenhoofden? Want ik denk dat dat koper en dat goud... Ja, goud kan ook. Nee, wit of zwart? Ik weet het niet. Weten jullie het? Hij is een moeilijke, hè? 3000 Jorvik Shilling. Je kunt ze dus ook voor Jorvik Shilling kopen, deze. Dus dat is wel lekker. Zwart. Wit steekt mooi af. Zwart. Ja, ik twijfel ook. Wit als ze. Wit steekt inderdaad wel af. En zwart maakt het weer strak. Oké, we doen het zwart. Zo. Dan gaan we eens even kijken of dat staat. Oh. Ja, de zwarte sowieso zwart. Oké. Nou, dan zie ik hier ook nog die bruine balken. Oh, hier, balken. Goedemorgen. Dat is iets. Oh, zwart. Wit. Nee, geen bruin. Oh, kijk, wit kost 45 of zwart. Ik koop niks, want ik ben rip en heb namelijk Inge Star Coins gehad. Nu heb ik 557, maar vrijdag ga ik verjaardagspaard kopen. Die hoef ik wel. Oh ja, dat snap ik, wat leuk! Hoeveel kost het nou om een paard bij jou te stallen? Jij mag je paard gewoon bij mij stallen. Komt helemaal goed. Ging thuis verbouwen, nou ook eens zo snel. Nou, inderdaad, Sandra, als dat je even met je vingers knipt en dat gewoon de verbouwing erin staat. Ik heb net een hele stal gekocht met George Sin, dus dat is ook mogelijk. Je hebt alleen maar een keer heel goed saf, zo kan het ook. Ik doe het zwart, denk ik. Ik ga even kijken of het zwart staat. Mocht het zwart niet staan, dan verander ik het gewoon naar het wit. Oh, nou ga ik dus twijfelen. Het ziet er wel luxe uit zo, hè. Hoeveel Jorvik Shilling heb ik? Oh, ik kan... Zal ik hem eens in het wit proberen? Ik kan altijd terug. Zou je gewoon in één keer terug kunnen? Eenmaal gekocht. We gaan het gewoon proberen. Wacht. Kijk. Ik denk toch dat het zwart wordt. Het ziet er echt heel mooi uit. Dat zwarte zag er mooi uit, hè? Dus we gaan dat zwarte toch maar weer terug doen. Kijk! Eenmaal gekocht, hou je het. Yeah! Oké, next. Wat moeten we nog meer? Oh, lampjes! Lampjes! Jorvik Shilling, yes, let's go. Oh my god, je hebt verschillende lampjes. Zwart. Weet je, we houden het in de stijl. We doen het zwart. Maar deze vind ik ook wel leuk staan. Maar we doen zwart. Doe schrik. Ah, cool. We hebben... Jane, ha, jouw handen. Ja, dat komt niet goed, hè, die handen. Dat is echt niet oké. Hey, waarom hebben we alleen een Moorland douche? Ja, doen we ook wel zwart. Ik heb alles in de hoe heet dat? Stenen stijl. Oh my god, hij is af. Ik heb hem klaar. Wat is die mooi geworden. Vind jij het ook mooi, paardje? En nu nog 8 paarden erbij kopen, Jane. 8? Nee. Ik heb laatst 18 paarden gekocht. Of 15, 18 of zo. Best veel. Dus even klaar met paarden kopen. Jongens, ik heb ook alle 4 de draakjes gekocht, hè. Kijk. Ik heb de groene, Kooltje. We hebben Sinteltje, de paarse. En we hebben Vlammetje, de zwarte. Nice! En dan hebben we natuurlijk nog Vonkje. Die hebben we ook.
Die stal. Ah, oh, thanks. Kijk eens naar je kast. Naar mijn kast? Ja, mijn kast is bruin. Kun je die ook nog veranderen? Kun je ook je kast nog veranderen? Kan toch niet? Je kunt niet meer verder. Koop alle draken 10 keer. Nee, dat kan het niet. Je kunt je draken niet 10 keer kopen. Je kunt je huisdieren maar 1 keer kopen. Jongens, dit is denk ik mijn stal geworden. Wat is die leuk, hè? Kom, we gaan er even doorheen lopen. We laten heel even Little Hunter hier staan. Oh, mijn armen verknallen het weer. Wow, wat is dit raak? Wacht. Dit wordt wel een uitdaging. Even kijken hoor. Speler verbergen naar afstijgen. Zo. Dan zien we niet die rare armen en kunnen we het even mooi bekijken zo. Dus ik ga zo eens even door mijn stal lopen. Oh, shit. Jane, loop gewoon. Oh, dit is wel gaaf zo. Vinden jullie niet? Het is wel echt heel mooi. Al die paardjes. Ja, ik denk wel dat ik tevreden ben met deze stal. En de douche. Cinemix shots. Ja, hey, lekker hè. Zelfs de douche helemaal in het zwart. Nice. Hey, ongetwijfeld gaat hij zeker weten meer bij komen. Je kunt ongetwijfeld, denk ik, als Star Stable de kennen, daar komen steeds meer decoraties bij. Dat weet ik zeker. En dat is wel leuk. Alleen wat ik denk, ik weet niet of het zo is en of als het echt zo gaat zijn, is dat wat ik denk, dat je straks ook gewoon je eigen thema's erin moet hangen. Dus net zoals Halloween en de winter en laat maar nu hangen Star Stable hangt krans op. Ik denk dat je dat zometeen zelf moet doen, denk ik. En dan kunnen ze weer natuurlijk meer cadeautjes geven. Krijg je weer een cadeautje onder de boom. Dan krijg je weer kransen om aan je stal op te hangen en zo. Let even op, dat gaat gebeuren. Dat gaat echt gebeuren. Dat gevoel heb ik gewoon. Jay komt 10 keer over pony. Jij bent echt een grapjas. Nee, ik ga het niet doen. Hey, maar dit was wel mijn live video. Echt super leuk. We hebben dus allemaal de andere draakjes gekocht. We hebben onze stal compleet vernieuwd. Echt super leuk. En nu ga ik lekker stoppen met spelen. Of met de live video. En dan ga ik lekker met mijn vriendinnen weer verder spelen. Dus je blijft zeker weten op Star Stable nog. Maar deze video ga ik vandaag weer sluiten. Ik vond het echt een superleuke update dit keer. Geen idee wat volgende week voor update hebben. Weet iedereen wel iemand volgende week voor update? Geen roadmap verder. Volgens mij stopt het een roadmap hier. Of krijgen we nou nog 1 roadmap? Hoeveel is het? 25? Nee, de roadmap stopt hier. Volgens mij. Dus we moeten het maar even afwachten wat er gaat komen. Ik heb geen idee, maar volgende week ben ik er sowieso weer, wat er ook gebeurt. Dankjewel lieve Sandra. Iedereen hartstikke bedankt en een hele fijne avond. Toedeloe!